Ach, 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 ach. Er is van alles ook niet genoeg in Nederland. Dat is het gewoon. Ja, want waar hebben we dan mee te maken? Bijvoorbeeld, we hebben geen militairen genoeg. Nee, want we hebben gezegd, ja, dan gaan we bezuinigen op het leger. Ja, dus wat hebben wij voor leger? Ik bedoel, als Andorra ons morgen aanvalt en die loopt Nederland in, dan lopen ze zo door, Andorra. Ja. Daar hebben we mee te maken. En politie? Hebben we er ook veel te weinig van? Ja! Moesten ook bezuinigen op politie? Ja, nou oké. Okay. Dus wat hebben we dan? Dan willen we al die maatregelen van corona, die willen we handhaven. En dat kan dan niet. Nee, want we hebben geen politie. Nee. En we hebben ook juffen en leraren tekort. Bij het onderwijs, want dat moest natuurlijk ook allemaal weer een beetje ingedikt worden. Ja, we hebben overal hebben we tekort. En dat is dan Nederland. Nederland loopt altijd een beetje achter de feiten aan. Dat is het gewoon. Die zijn altijd bezig. Alle Max Verstappen. Met een inhaalrace. Dat is dan Nederland. Omdat ze daar altijd achteraan lopen. En dat hebben we nu weer. Want wat krijg je nu? Dan zeg je dus tegen de mensen, zeg je, jongens, als jullie ziek zijn, of je voelt je niet lekker, of je bent verkouden, dan moet je je laten testen. Dat zeggen we tegen de mensen. Ja, en wat krijgen we dan? Wat krijgen we dan? Dan kunnen de mensen zich niet laten testen. Het is toch werkelijk om te gillen van het lachen. Waar slaat dat nou weer op? En wat hebben ze dan weer? Dan hebben ze weer te weinig capaciteit in de laboratoria. Jongen, dat testen, dat gesprek was er al in maart of april. Ja, toen hebben we het al gehad over er moet getest worden. En dat hadden ze dus nu allemaal kunnen voorbereiden. Nee, Nederland hobbelt weer keurig achter de feiten aan. En wat krijgen we nou? Dus de mensen die nu terugkomen van vakantie, of mensen die ook maar iets voelen van een keelpijntje of een beetje verkouden, die kunnen zich niet laten testen. Ja, waar? 40, 50 kilometer weg moet je rijden om je keertje te laten testen. En dat is dus allemaal niet geregeld. Jongen. Nederland, wat een geklungel. En bij de WK achter de feiten aanlopen? Hé, goud is voor Nederland.